De dood van een politieagent in Schaarbeek van vorige week donderdag, 's avonds was dat, die zijn er nog altijd na binnen. Zowel bij de politie als bij de vakbonden als bij de bevoegde ministers. En dan zijn er ook nog die vele onbeantwoorde vragen over de manier waarop die steekpartij heeft kunnen plaatsvinden. Want de man die de agent neerstak bood zichzelf, zoals we intussen weten, 's ochtends nog vrijwillig aan op het politiecommissariaat in Everen. Hij haat de politie, had het ook over een aanslag, maar vraagt ook psychologische hulp. Hij zegt, help mij. Iets later werd hij afgezet door de politie aan het ziekenhuis. Hij zit in de wachtkamer, de agenten vertrekken. Maar hij zelf vertrekt iets later ook, ondanks het feit dat hij op de OCAT-lijst staat. Hoe kan dat? Wel, hij had dus zelf hulp gevraagd en het parket redeneert dan dat hij niet gedwongen kon opgenomen worden, omdat hij dus zelf om een behandeling vroeg. Het ziekenhuispersoneel wist ook niets over zijn verleden in de cel, was niet op de hoogte dat hij op de OCAT-lijst staat. Dat mag ook niet, omwille van de privacywet, en dus kon hij zomaar vertrekken uit het ziekenhuis. Over die gang van zaken zullen vandaag nog heel veel vragen komen. Dat zal gebeuren tijdens de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie. Die is daarvoor speciaal samengeroepen. En de oppositie zal er minister van Justitie Vincent van Quickenborne en ook zijn collega voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde na de middag ondervragen. Maar de politievakbonden hebben dat moment niet afgewacht om al stevige statements te maken. Ze voelen zich in de steek gelaten en eisten al het ontslag van minister van Quickenborne. En de oppositiepartij Vlaams Belang sluit zich daar trouwens bij aan. En wie tijdens de commissie ook aanwezig zal zijn, dat is Koen Metsu van N-VA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga u dat eerst voorleggen, hè, dat die vraag om ontslag van de politievakbonden, ontslag van minister van Justitie van Quickenborne, sluit u zich daarbij aan? Ik begrijp de woede van de vertegenwoordigers van de politie heel erg goed, hè. Ik denk dat de minister de afgelopen dagen ook niet echt heel bescheiden gecommuniceerd heeft. Dat heeft er absoluut geen goed aan gedaan. Wij zitten met ongelooflijk veel vragen. Vandaar dat ook wij gevraagd hebben om die commissie vanmiddag met spoed samen te brengen. Wij hebben onze kritische vragen. Wij verwachten hele duidelijke antwoorden. En pas nadien zullen wij een standpunt innemen. Ja, maar dus als straks blijkt dat er onder de verantwoordelijkheid van de minister fouten gebeurd zijn? Ja, dat is logisch, denk ik dan. Hè. Als er echt fouten gebeurd zijn, maar dan vermoed ik eigenlijk dat de minister ook de eer aan zichzelf zal houden. Zo'n vraag, zo'n roep moet niet komen vanuit de oppositie. Dat is vaak iets te politiek gemakkelijk, denk ik. Maar vanaf het ogenblik dat de vertegenwoordigers van de politie unisono deze vraag al stellen, ja, dan is er natuurlijk wel iets aan de hand. Ja, ze zijn boos inderdaad. Hè. Ze zeggen geweld tegen agenten wordt te gemakkelijk opzij gezet. Er is geen nul tolerantie ten aanzien van geweld tegen de politie, hoorden we de vakbonden al een paar keer zeggen. Schort daar iets aan de opvolging van geweld tegen het politie door het parket dan? Maar kijk, dat is een van die antwoorden van de minister van Justitie van Quickenborne tijdens het journaal. Die zei vanaf sedert 2020 kan geweld tegen politie niet meer geseponeerd worden. Maar dat is niet juist. Dat is de facto onjuist. Hè. We hebben nu lijsten gekregen. In 2021 waren er nog 331 CEPO's. En dan zijn er ook nog talrijke andere zaken in beraad. Dus dat getal kan enkel maar oplopen. En dan maar is dat geen symbolische discussie? Want nul zal misschien nooit gehaald worden. Dat moet de minister dan niet zeggen. Als je nul niet kan halen en het risico herleiden naar nul is volgens mij altijd onmogelijk. Het is wel de verplichting, het is de kerntaak van de minister van Justitie, ook van Binnenlandse Zaken, om het risico in te schatten en te beperken. Zij staan ook ten dienste van die politieagenten en agenten. De minister is daar wel stellig in. Hè. Er wordt systematisch vervolgd en het zijn ook wel de korpschefs van ons land die dat bevestigen. Zegt hij. Ja, dan zijn er cijfers ook van procureur-generaals die dat tegenspreken. Hè. Dat zal ook een discussiepunt zijn deze namiddag. Ik vind dat de onwaarheid vertellen, en dat is ook niet de eerste keer. Een paar maanden geleden vroeg ik hem ook dat die teruggekeerde Syrische terroristen allemaal achter slot en grendel zaten. De minister heeft dat toen stellig bevestigd. Ja, die zitten allemaal achter slot en grendel. En ook dat was niet waar. Ja, dan stel ik mij er soms wel vragen bij, maar eigenlijk de fond van de zaak gaat eerder naar hoe is het kunnen gebeuren dat hier een onschuldige agent vermoord is, dat zijn compaan zwaar verwond is met desastreuze gevolgen voor de familie, de vrienden, de kennissen, de heel veel onduidelijkheid. Gaf u al aan, welke vragen wil u straks stellen? Waar wil u een antwoord op krijgen? Vanaf 2019 vragen we wel een opvolgcommissie terreuraanslagen, terrorismebestrijding. Vijf jaar geleden was er een unisono goedgekeurd rapport van de parlementaire onderzoekscommissie met bijzonder veel aanbevelingen. Eigenlijk een van die aanbevelingen is de informatie die
rolverdeling tussen politie en justitie, uh-huh, waar we eigenlijk heel onduidelijke antwoorden op krijgen. Wij weten niet hoe ver staat het daar vandaag ook mee. Dus dat zal sowieso een onderwerp zijn wat aan bod zal komen. We hebben tot op heden al heel vaak gehoord van de minister van Justitie wat er wel goed is gelopen. Maar er is wel een onschuldige agent vermoord. En dit had in dit geval absoluut vermeden kunnen en moeten worden. Dus wij zullen daarop doorvragen. Ja. U zat in 2015 zelf de bijzondere Kamercommissie over terreurbestrijding voor. Uw partij maakte toen ook deel uit van de regering. Daar zijn toen lessen uitgetrokken. Zijn er te weinig uitgetrokken? Er zijn toen heel veel lessen getrokken. En vandaar ook mijn frustratie. Wij hebben ongelooflijk veel aanbevelingen. Kamerbreed, ieder parlementslid, ook minister, toen nog parlementslid van Griekenborne, heeft gezegd, hier gaan we voor, dit gaan we ook doen. Wij krijgen momenteel enkel maar onduidelijke lijsten van oké, daar zijn we mee bezig, dat gaan we niet meer doen. Dat zullen we nog bekijken of we het gaan doen. Dus daar moet gewoon duidelijkheid in komen. Die aanbevelingen zijn heel pertinent, maar ze moeten natuurlijk uitgevoerd worden. Ja, iets heel concreets dan bijvoorbeeld. De politie weet niet wie op een OCAT-lijst staat en zij die al een misdrijf gepleegd heeft. Hoe is dat mogelijk dat dat niet informatie is die gedeeld wordt automatisch? Ja, ik denk dat de GDPR daar ook in meespeelt, het beroepsgeheim daar ook in meespeelt en niet iedere politieagent of agent toegang heeft tot die OCAT-lijsten. Er staan een 600-700 personen op die OCAT-lijst. Wat mij hier frappeert in dit intrieste, dramatische geval is dat die persoon één op een OCAT-lijst staat, dus de facto een van de grootste bedreigingen vormt tegen ons land. Hè? En dat die dan zelf nog het politiecommissariaat binnenstapt en zegt van kijk, jullie moeten mij nu helpen, want ik ga domme dingen doen. En als we dat dan niet kunnen vermijden, dan scheelt er iets. Ja. Het is op dit moment vooral op de minister van Justitie dat de schijnwerpers gericht zijn. Maar straks zal ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde in die commissie toelichting geven. Welke antwoorden wilt u van haar? Ja, ook zij zal haar kaarten op tafel moeten leggen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat zij zich ook iets meer bescheiden heeft opgesteld op dit ogenblik. Het gaat echt over de communicatie van meneer Van Quickenborne. En toch ook wel een stelling innamen. Ik heb de minister van Quickenborne Zaken horen zeggen die mijn wenkbrauwen doen voor ons. Dus daar moet duidelijkheid over komen. Daar waar minister Verlinde, denk ik, iets empathischer ook gereageerd heeft en iets meer afwachtend gereageerd heeft. Dus wij verwachten daar klaarheid, opheldering, duidelijkheid, maar vooral ook actie. En als die er niet komt, moet er dan een parlementaire onderzoekscommissie komen? Maar ik denk eigenlijk, wat ik daarnet zei, dat dat al een oplossing zou kunnen zijn. Vanaf 2019 vragen wij die opvolgcommissie terreurbestrijding. Die mag er nu wel eens dringend gaan komen, want dit dramatische feit had daarin ook besproken kunnen worden. En dan gaat dat voornamelijk over de gegevensuitwisseling tussen politie en justitie in dit geval. Ja, een van de pijnpunten is ook de opvolging van geradicaliseerden uit de gevangenis. Hij eens een gedetineerde vertrekt als hij zijn straf heeft uitgezeten, valt die opvolging weg. Hoe kan dat, Peter? Ja, ik denk dat collega De Wit en onze andere justitiespecialisten daar ook al een ter beschikkingstellingsstandpunt hebben ingenomen. Die amendementen zijn ook telkens weggestemd. Hier gaat het verder. Deze persoon die zat in de deradingsvleugel. De deradingsvleugels zijn de gespecialiseerde vleugels in de gevangenissen. 20 in Itter, 20 plaatsen in Hasselt. Waar eigenlijk de zwaarst geradicaliseerde personen opgevangen worden. Die zijn quasi leeg vandaag de dag. En dat terwijl er meer dan 200 geradicaliseerden in onze gevangenissen zitten. Dus dat kan daar een broedhaard zijn om elkaar ook nog eens te gaan aanzetten tot haat en anderen. Dus dat is ook iets waar we al jaar en dag vragen. Die opvolging in die gevangenissen, maak daar ook werk van en doe dat verplicht. Momenteel is dat vrijblijvend. Mm-hmm. Die personen kunnen eigenlijk gaan kiezen, wil ik een soort deradicaliseringsprogramma gaan volgen. Ja, dat moet strenger. Ja of nee, uiteraard moet dat strenger, veel strenger. Vooral eerst oplossingen, antwoorden die moeten komen straks in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie van de bevoegde ministers. Ik dank u voor uw komst. Koen Metsu, u bent Kamerlid voor N-VA.